Hallo mensen, welkom bij Prison Architect. Vandaag gaan we verder waar we de vorige keer natuurlijk zijn gebleven. En als eerste ga ik even alles doen voor deze cellen hier. Om te kunnen overleven, als je het zo mag noemen. En daarvoor moet natuurlijk als eerste even gezorgd worden dat de wc's wel weg kunnen stromen. En ja, daarvoor ga ik even deze grote pijp hier naartoe uitbreiden. En dan zo. En dan doe ik even deze hier weg. Doe ik gewoon een grote pijp zo verder. En dan komen we twee kleine pijpjes zo hier. En die komen dan niet aan elkaar. Ja, dus dat gebeurt er nu allemaal. Ja. En verder weet ik nog niet zo heel erg wat ik verder ga doen. En shit, ik heb net hier allemaal dingen weggehaald. Die niet weg zouden moeten gaan. Ja, ik weet dat er... ze zijn blijkbaar allemaal van Solitaire af. Net stond hier dat ze in Solitaire zaten. En Ethan, mijn heel zware Supermax ding, die is released, zo te zien. Deze remote door die ik hier had gezet. Voor de buitendeur, zodat ze niet weg kunnen lopen zonder dat ik het doe. Die moet natuurlijk nog even geconnect worden. Maar er is nog geen servo. Ja. Hup, doe het maar gewoon. Begin maar. Hup, sneller. Waarom is het zo moeilijk om een servo te installeren? Iemand? Ja, nu willen ze er buiten. Maar ja, dat kan niet, want er is nog geen... Hij kan nog niet opengemaakt worden. Yes, hij is er. Doe hem even open. En nu weer dicht. Goed zo. En dan moet ik even naar utilities. En dan de door control system. Connect met deze door server. Wat zal ik even gaan doen? Health is approved. Waarom is die donker? Ik snap niet waarom het niet donker is. Maar goed. Dit is nieuw. Oh ja, er was weer een update geweest. Waardoor er nu dus extra dingen zijn toegevoegd. Zoals dus een advocaat. En dat ga ik nu even lezen. Unlocks the lawyer, oftewel de advocaat, who can be hired from the staff toolbar. Unlocks a number of research options to give you greater control of your prison. Like all administrators, you create an office to work. Ja, en die doet dus permanent punishments, small cells, reduce execution liability, and death row. Er staat niet bij, ja. Yeah. The cells in your prison require a certain amount of space to fit legal requirements. But imagine how many cells more you could fit in if that wasn't the case. Remove the minimum size requirements for the standard cells. Dat is wel heel handig. Dan kan ik ze gewoon veel kleiner gaan maken. And this would sometimes being in prison just isn't locked away enough. Your lawyer can file the necessary papers to let your confined prisoners to a cell. Permanently. Ah. Op zich wel handig. Goed, daarvoor moet je natuurlijk eerst gewoon de lawyer doen. En ja. Ik doe ook maar micromanagement. Het moet wel door dezelfde gedaan worden. Maar goed, dan wordt eerst gewoon legal gedaan. En ja, ik maak nog steeds verlies. Maar dat komt wel goed. Deze doet het nu? Ja, hij doet het. Mooi. Ja, je hoeft niks te doen daar. Sleep. Wat ik wel even ga doen. Is hier.
de fundering uitbouwen. Zodat ik daar wat extra cellen kan maken. Waarom is dat geblokkeerd? Insufficient funds. Shit. Ik heb maar 1600. Kan ik daar wat aan doen? Tot 30. Hire chief, hire 6 guards. Yes! Dat bracht gewoon meteen heel veel geld binnen. Minimum security wing. 30 douches, 30 tv's en 30 stoelen. Nou, ik doe het maar gewoon, want dat geeft wel 40.000 erbij. Ja. Pump station to drains to shower has a shower room. 11.000. Yes, die kreeg ik meteen. Smelly sucks. Nee. Die doe ik ook maar. Nee, die moet dus nog wel. Alleen, volgens mij heb ik die al bijna. Blijkbaar kan ik er maar twee. Oké. Ja. Dus ik moet 6 metaaldetectors. Ik moet er dus nog 3. Ik ga als eerste wel even deze fundering maken. Ik heb nu weer wat geld, dat is fijn. Het gaat nog steeds wel omlaag, maar goed. En ik moet binnenkort een nieuwe power station maken. Nee, dat hoeft niet. Want ik kan er nog een paar capacitors op aansluiten. Mooi, dan gaat hij wat minder. En hij staat auto's even. Ja, laat ik alvast maar even een office maken. Dat heb ik al. Mooi. Ik hoef niet eens een office te maken voor de advocaat. Ja. One family is willing to visit. Nou ja, kom maar. Hier zijn ze druk bezig. Intelligence. Oh ja, dat zag ik de vorige keer ook. You require bureaucracy. Oh, ze moeten nu natuurlijk alle bomen ook kapot maken. Ik was eerst bang van, als ik dit zou doen, dat ze dan gewoon weg zouden kunnen lopen, omdat er geen muren meer waren. Maar het enige wat gaat gebeuren is dat ik deze deur weer weg kan halen van deze plek. En dat deze cellen hier niet meer goed zijn en dat dit ook niet zo heel fijn meer is. Ja, het is een rotgeluid met die bomen. Dus daar ga ik even vandaan. Wat is de hele tijd dat geluid? Nou ja. Oh ja, de metaaldetectoren. Metaaldetectoren. Waar zal ik dat allemaal gaan bouwen? Dat ga ik in een kantine doen. Objecten. Metal. Ga ik dat dan buiten de kantine doe dat maar hier en hier, want ik denk eigenlijk, ik had nu wel volgens mij nee hier had ik nu wel 2 banen gedaan, maar ook al, ja, ze kunnen het sowieso nog niet, maar volgens mij kunnen ze er ook niet in vanwege de deur. Dus die ga ik even ontmantelen. En dan stop ik er een gewone deur voor terug als die ontmanteld is. Want dan worden ze meteen gedetecteerd als er als binnenkomen, maar ook als ze naar de keuken gaan. Dus ook iedereen die niet naar de keuken gaat, kan direct worden gemonitord. Dan moet ik natuurlijk wel even elektriciteit daarheen gaan doen. En is dat alweer geregeld. Alleen jij mag even gaan rusten. En ik zag ook hier tired. Jij mag ook gaan rusten. Zijn hier zoveel mensen nodig? Nee, ik heb er maar 1 gedaan. Daar mag in principe ook wel iemand gaan staan. En zo te zien. Ja, dit is nu af. Moet ik wel even een nieuwe muur voor dit doen. En
voor hier. Het mooie hiervan is dat die deur, ja, die gaat nu weg. Ja, dan ga ik waarschijnlijk de solitary cellen verplaatsen. Ik weet alleen nog niet waarheen. Waarschijnlijk ga ik dit helemaal afsluiten zo. Zodat de cellen hier helemaal heen kunnen. En dan hier natuurlijk een heel cellenblok. En dan haal ik hier de solitary cellen vandaan. En ja, even kijken, kan de cel kleiner? Ja, ze kunnen... Kan dat? Ik denk dat ze sowieso ingedeukt kunnen worden. Maar verder weet ik het nog niet. Ik heb nog een kantine. Wat is een... Kantine? Is dat iets nieuws? Kantine... Holdingcel. Ja, ik heb gewoon een kantine. Waarom zit hij dan met dat hij zegt dat hij geen kantine heeft? Maar dat heeft hij gewoon. Misschien komt het wel goed. Reception, dat was ook iets nieuws. Je kunt nu kiezen om een receptie te bouwen, zeg maar. En dat zorgt ervoor dat in plaats van dat de prisoners bij de deliveries komen, dat ze bij de receptie worden afgegeven. En was er nog iets nieuws? Ik denk het niet. Ik zie nu wel dat ik de laundry in een workshop kan gaan maken. Er is iets klaar. En zo te zien heeft dat met intelligence te maken. Wat is klaar? Oh, patrols of contraband. Iets van hier is klaar. Volgens mij. Ja, ik zou niet weten wat anders klaar is. Ik zou nog steeds weten waarom health donker is. Maar ja, groundskeeping is nu ook bijna klaar. Mooi, iedereen wordt gevoed. Jij was tired. Dus gaan we even lekker rusten. En ik zag hier ook iemand. Je bent ook tired. Dus ga jij ook maar lekker rusten. En dan mag jij hier ergens zijn ofzo. Want je bent uitgerust. Ja. Dat was het denk ik over deze video. Ik heb nu hier een mooi gebied waar ik extra dingen kan gaan doen. Even ervoor zorgen dat er elektriciteit is. En ik zal even kijken. Ja, dat is dus weer een beetje beter. Ja, we gaan ook even gaan uitrusten. Oké, ik kan jou er niet heen sturen. Misschien komt dat wel omdat ze nu aan het onderzoeken is. Jij kunt waarschijnlijk wel. Nee, jij moet daarheen gaan, want je bent moe. Ja, nou, dit was het voor deze video. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Tot de volgende keer. Shit. Wat gebeurde er? Wow. Oké. Het gevecht is heel snel.